Maar deze vond ik gewoon helemaal geweldig. Die kan echt bij een hogere rol. Het is weer tijd voor een shoplog. Het is namelijk veel te lang geleden dat Vita en ik de laatste shoplog hebben gepost. En ik heb net gruwelijk hard geshopt bij de Zara. Het is ook nog eens sale. Dus ik dacht, ik ga gewoon even al mijn aankopen laten zien. Laten we beginnen. Ik ben obsessed met jasjes. Ik heb denk ik, nou ja, meer dan 30 jasjes in mijn kast hangen. Laten we beginnen met deze. Dit is gewoon zo'n zacht roze colbertje van de Zara. Heel mooi, kan je ook overal bij. Leuk met zo'n, ik had hem laatst aan met een boyfriend jeans. Met helemaal van die gaten erin. Nou, het is nou best zo'n chic jasje. Maar als je het dan stoer combineert, vind ik het leuk. Want anders wordt het truttig. Jullie weten, de bombers zijn helemaal in nu. Dus moest ik natuurlijk ook een paar bomberjacks kopen. Waaronder deze. Hoe leuk is deze? Met allemaal leuke bloemetjes. Nou, die kan natuurlijk ook overal bij. Flirt gelijk je hele outfit op. Heb ik nog een bomber. Namelijk deze. Die vond ik ook heel leuk. Die heeft zeg maar een soort van zwarte strepen. Waardoor het wat sportiever maakt. En dan met allemaal bloemen. Dit vond ik heel leuk bij een zwarte broek. Dat je toch echt even zo, wauw, bam, springt eruit. Dan heb ik nog een jasje. Dit vond ik heel leuk voor als je uit eten gaat of uitgaat. Dat je gewoon een leuk rokje aan hebt of een strakke leren zwarte broek. En dan dit jasje. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar het zijn een soort allemaal haren die eraan hangen. Dus het lijkt me een soort apenpakkie wat je aandoet. Maar het staat echt heel mooi. Het is kort en strak en getailleerd. Helemaal leuk. Ik ben gek op Levi's en ik heb een paar van die, nou ja, boyfriend Levi's jeans. Maar die gaten zijn zo groot geworden dat ik het gewoon eigenlijk niet meer aan kan. Dus ik wilde opnieuw even wat broeken kopen met gaten. Nou, deze van de Zara. Dit is een strakke denim met allemaal gaten. Heel leuk, vind ik zelf. En heb ik ook nog een boyfriend jeans gekocht. Dus die zit wat wijder, ook met gaten. Ja, dit kan natuurlijk gewoon altijd in de lente, zomer, herfst aan. Met alles. Dan heb ik een heel leuk jurkje gekocht. Off-shoulder. Dat zie je nu ook echt overal. Echt, de winkels hangen ermee vol. En ik vind het wel heel erg leuk. Omdat het gewoon, ja, wel sexy is. Het is een wijd model. Dus ik zou het ook nog met een riem aan kunnen in het midden. Maar deze staat heel leuk. Vooral als je natuurlijk helemaal bruin bent. Staat deze kleur heel mooi. Ben ik ook gek op jumpsuits. Dat weten de meesten denk ik wel als jullie mijn Insta in de gaten houden. Want daar post ik regelmatig outfitjes op met jumpsuits. Maar deze rode, die had ik ook aan op het huwelijk van mijn beste vriendin op Ibiza. En die heeft ook zeg maar een beetje een soort open rug. Zo. Oh ja, ik vind die bohemian trend een beetje Ibiza-achtig echt super leuk. Dus dit is natuurlijk helemaal leuk op zo'n boyfriend jeans die ik net liet zien. Ik vond die mouwen ook helemaal leuk. Het lijkt echt alsof het zo van Isabel Marant is genept. Ik denk dat dat ook de inspiratie was. Maar ja, dit is gewoon een lekker zomers ding. Dan heb ik hier weer een beetje andere stijl met strepen. Maar ook leuk. Ja, dit ziet er nu gigantisch wijd uit. Maar op zo'n boyfriend ziet het er echt heel leuk uit. Gewoon heel nonchy. Kan je ook nog lekker op strand over je bikini aandoen als je gaat lunchen. Ja, korte zwarte broekjes. Daar kan je er niet genoeg van hebben. Dus deze zit een beetje high waist. En super mooi staat die. Met ook van die zakjes. Nou, die kan natuurlijk altijd met uitgaan. Helemaal sexy, met hakken. Maar ook gewoon overdag met sneakertjes. En dan hebben we nog een paar tops. Deze die heb je ook in het groen en in het zwart. Helaas niet meer in mijn maat, want anders had ik ze meteen in alle kleuren gekocht. Maar alleen deze was in mijn maat. Ze vallen vet groot, dus ik heb een XS. Nou, zoals jullie weten, ik heb echt geen XS. Dus, maar deze vond ik gewoon helemaal geweldig. Die kan echt bij een hoge rok, hoog broekje. Ja, kan in de winter met een leuk jasje. En deze, die had ik laatst aan bij de Next Boy Girl Band. Het is een beetje moeilijk te laten zien. Maar van voren zit hij zo. Het is een crop top. En ik had hem aan met een... wat had ik hem nou aan? Oh, ik had hem aan met een hoog suède zwart rokje. En aan de achterkant zit zo met een rits.
Maar heel sexy. Moet natuurlijk zonder BH, want dat ga je er doorheen zien. En ja, ik vond deze heel leuk. Vooral door die strepen. Deze, die heb ik al een paar keer aangehad. Die komt ook net uit de was, dus hij is niet heel representatief om te zien. Maar ook een crop top. En die vond ik gewoon heel cute. Die heeft zeg maar, deze gaan dan, zeg maar, zit zo. En dan je armen gaan er doorheen, waardoor dit dus dan off-shoulder is. Daardoor lijkt het ook alsof je dunnere armen hebt, omdat het dan net zeg maar hier gaat. Nou, en dan het allerlaatste is wat ik aan heb. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien. Ik ga het sowieso binnenkort even posten op Instagram. Maar dit is een jumpsuit. Met helemaal zeg maar, loopt helemaal door. Het is gewoon een lange broek. Die heb ik ook in het rood gekocht. En de rug, hij is een beetje een soort open rug zoals je ziet. Nou, geweldig. Die kan je lekker overdag gaan met lovertjes, maar ook 's avonds gewoon met zulke palen. En is het gelijk helemaal zo sexy. Dus ja, ik ben zo blij hiermee. Normaal doe ik dan hier een riem. Nu heb ik het even zonder. Nou, dit was mijn shoplog. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik je snel weer. Zouden jullie wel eens mee willen doen aan het naakt daten aan Adam en Eva? Kennen jullie dat programma? Ik heb ervan gehoord. Ik heb ervan gehoord. Ja, dus dan gaan we dus echt op een eiland. Ja. En dan zitten ze daar naakt. En dan is het gewoon een datingsprogramma, maar dan naakt.